Wat zei je, David? Ik zei helemaal niks. En we hebben twee gasten. Alexandra, wat is je naam op YouTube? Alexander. Alexander. En David is... Babushka. Nee, serieus. Sorry, serieus. Nou, Babushka vandaag. Oké, Mr. Hammingman, maar met de, H met, de A met de vier schrijven. Ja, belangrijk. Okay. Nou ja, niet, de reden als je dus niet. Als je mijn stem niet herkent, ik ben er ook bij F7 en best wel druk op. Ja, oh, nee. Misschien is mijn stem ook wel heel verlegd. En let's get started, jongens. Iedereen stem is verlegd. Hey, zie ik mijn belletje? Welcome to the tri-party, wow! Nou, we gaan in deze Let's Plays, gaan wij... Ik heb nog nooit Mario Party 9 gespeeld. De board is... Ja, oh ja, eventjes, de Mr. Westar, ik dus... Hier. ...heeft alles al gespeeld. Ik ben Luigi. Heeft alles al gespeeld. Waar is mijn voor belletje? Flawless en Alex. Oh, die hebben misschien twee of één bord gespeeld. Peach, en David heeft nog niks gedaan. Ik ga gewoon voor deze app. No. Oké, okay, eventjes. Luigi ben ik. Wie zijn Seven? Ik ben Yoshi. Alex is Mario. Mario. En ik ben Durpgas. Ja, Deerdo. Oké. Doe je pimp niet aan. We gaan alle zeven borden langs. Deze moeten we even een keertje ontgrendelen, maar het lukt wel. Ik stel voor dat we starten met... Toadrood, gewoon de eerste. Toadrood, ja. Toadrood. Oké, goed, het is... Ja. Toadrood. Ja, maar een handicap. Nee, ja, alles aan, gewoon... I say we start. Hij best wel leggen dingen uit, want hij kent het zo. Ja, want ik heb geen idee wat we nu doen. Hij is de nood. Ik heb de volledige story uitgespeeld. Ja, klopt. Wow, it looks so cool. Wow. We zijn Nederlands, hè? Nou in. Ja, okay. Dan moet je zeggen, ja, hij loopt, het ziet er zo cool uit. Op zich, ik ben best wel internationaal voor een Let's NL Play. Oké, ik vind mij wel baan. Welkom to Dutch Roads. Bla bla. Willen we leren over de baan? Nee. Dat kan. Nou, ik weet het niet. Hou je mond! Je bent burnt dood. Oké, je gooit op de A-knop te drukken. Oh. Yeah. Je weet niet meer dat je dan moest... Nee, je moet niet meer schudden. Nee, als volgen. Ja, ik ga winnen. Ik zei het toch. Nou, waarom ik wel als laatste? Dat vind ik niet leuk. Ik win. Ik ben het beste. Want het gaat niet tot 10, hè? Nee, tot 6. Ah, Birdo second. Dus Birdo. Oh, yeah. Ah, ik had dit ronde knopje in het midden van je nee, ik heb nog nooit van gehoord. Ik heb geen idee. Weet je wel wat voor jou 4 is? Ik heb geen idee meer. Oh, want dan moet je wel echt terug. Wat fuck? Zeg je dat? Yoshi die deze liet zien kont zien. Ja, dat is Yoshi. Best wel, wat heb ik met Captain verhaal nou eigenlijk gemaakt in het spel? Je moet persoon die nummer 2 is, moet even A blijven spassies drukken. Ga lekker spassies drukken. Ja, een Is er een voordeel om captain te zijn? Want nu is ja, captain. Captain betekent dat je dus rijdt en gooien. Ja, ik wacht even dat iedereen het uitgepraat. Ja, oké. De captain kan alle ministerren pakken. Dan gaat het uiteindelijk om wie de meeste ministerren heeft. Ja, en... Alles wat gebeurt op het bord terwijl je captain bent, gaat er voor jou rekening. Dus sterretjes erbij, sterretjes eraf, minigames, boss battles en al die dergelijke dingen. Leuk. Dus nu is David de captain, dus af. Kijk, nu krijgt David 3 ministerren aangezien die overal nog staat. Ja! Oké, meneer Mario. Als Mr. Mario. Wat is Alex? Ga je gang. 5 of hoger en je hebt ministerren. Elke 2-6. Jij haalt het. Ik ben geen hater. Jawel. Oh, we gaan VS. Ja. Lekker leuk. Tuurlijk gaan we VS. Tuurlijk, minigame. Vraagteken VS. Free for all. Minigame. Oké, Alex. Jij mocht een minigame kiezen. Oh, ik mag lekker kiezen. Ja, kies een leuke. Oké, Buddy Bounce, Ringleader. Buddy Bounce, want dat is grappig. Buddy Bounce klinkt als een nieuw Super Mario Bros. Het klinkt als een leuk spel. En het ziet eruit als een nieuw Super Mario Bros. Oké, moet ik even een bloeding uitleggen? Ja. Gewoon, er zweven allemaal bloemen in het hoofd. In de lucht. Je moet, in je hoofd. Je moet gewoon rondspringen, zoveel mogelijk ballonnen verzamelen. Je kan alleen maar bewegen. En als je op iemand anders hoofd springt, spring je hoger. En wat is springen? Je hoeft niet te springen. Je loopt kan alleen maar bewegen zijn. Oké, let's get started. Let's get started. Yippie. Let's go. Oh ja. Etamine. Hebben jullie al gemerkt dat het niet flikkert? Ja. Ja jongens. We zijn vooruit gegaan. Neem het op. Ik wil iedereen twee. Ja, oh snapper, we gaan beginnen. Yay. Ik oom. Ik erop, ik heb ja, dankjewel. Hey! Ik heb 10. Ik oom je dik. Ik oom 10. Ja, ik sluit op jullie. Ja, deze heb ik. Ja, hey. Ik wil Yoshi. Lekker balls. Ja, niemand, iedereen weet dat jij Yoshi bent, dus hou maar even blijven. Yeah, ik heb 10. Hoe kun je extra bouncen? Jullie bouncen allemaal super hoog. Ja, dat komt omdat wij op elkaars hoofd springen.
Oh shit, ik bounce iedereen de lucht in, dat wil ik niet. Dit is zo fun. Dit is so much fun. Ja, 10. Nee, ik haat jou. Nee, Bessel. Fuck jou, Bessel. Oké, ik ben weer het laatste. Bessel is de nerf, want hij heeft het vaak gespeeld. Dus hij is zo waarschijnlijk één keer is jongens. Ja, ja, we zien de tijd, Alex. Oké, mooi. Ja, hij wijst goed dat we wel 5 minuten bezig zijn. Spanning en sensatie. Dat was de eerste minigame nog wel, hè? Ja, so what? We hebben genoeg tijd. Oké, die bitch. Joepie, ik ben bitch. Wacht, dat mocht ik niet zeggen. Oh, mini-sterren. Ja, dat mocht je inderdaad niet zeggen. Mini-sterren pakken sterren van je af. Mini? Die dingetjes daar. Hoe heet die nou? De paar sterren. Mini-stars. Oh, stars. Mini-stars. Oh, snap. Mini-stars. Oh, Wessel is nu, hè? Ah. Maakt niet uit. De volgende. Het is een soort van monopoly, toch? Ja, iets in die richting. Nee, maar is dat wel, je hebt al wel eens geen Mario Party gespeeld, ja toch? Nooit. Nee, ik wil geen mini-stars. Nee, ik wil geen mini-stars. Nee, wel... check die Koopa. Die ja, de hij heeft de mini-stars dansen. Check die Koopa. Ja, er zitten heel veel van de verborgen... alweer nul stars. Er zitten verborgen grapjes in, hè? Zo zien we bijvoorbeeld, nu even niet. Daarom, Koopa. Ja, je zag ook bij... speciaal je zag ook bij, je zag ook bij dat het gewoon verborgen grapjes zijn. Nog één moment kiezen waar we naartoe gaan, hè? Ja. Ofwel Alex zou zeggen, gooi en... Ik zag de map. Zie je zo wel. Oh, maar ben ik niet. Ja, laat maar. Oké, we gaan weg. Oké, Alex, je kan welke kant op gaan. Nee, maar dat is iemand anders. Ik was, maar ik ben... Oh, PR4. Nou, kijk. Als je naar... jij moet kiezen welke kant op. Gooi je die kant op? Ik zou zeggen naar links. Just go the right way. Tot ik. Ja, oké, stomme keuze. Nu kan iemand anders 3 mini. Ja, dan kan ik 3 mini-stars aan iemand kunnen geven. Dus een negatieve. Nou, leuk voor je, Wessel. Als ik 5 omhoog hoor. Wessel is de coole nerd en hij weet alles van het spel. Ik heb de story uitgespeeld, tuurlijk weet ik. Wessel, jij bent echt geen nerd. Ik ben geen nerd. Trouwens, nemen we het op bij Alex thuis. Hallo Alex. Hallo jongens. Wie is nummer 1? Oh, dat is Mario. Dat is Floris. Zeg, wat is Alex? Het was wel lekker makkelijk met de camera opstellen. Ja, het duurde maar een uur. Oké, okay. Dat is een grote doelstelling. En dat weet hij dan weer. Ja, dat is gewoon was hij, hij weet ook weer dat je spastisch moet bewegen. Ja, als je spastisch beweegt... En natuurlijk krijgt hij weer de meeste mini-stars. Ja, best wel. Hij wel, hè. Hij wel. En ik krijg een doelstelling. Gewoon B-games. Dat is fucking chill! Oké, is een slow doelstelling. Dan kan ik precies bepalen op welk vak ik land. There's still something in there. Een minigame. Nu mag ik kiezen. We hebben met elkaar afgesproken dat we zo min mogelijk dubbele minigames gaan kiezen. Je mag wel trompen rond die kort. Even bro, dat is wel leuk, dat is een reactiespelletje. No! Huh? Ja. Kijk, jammer gek jij dan weer, want al gespeeld. Nee, dit is niet uitgehoord. We hadden al gespeeld, weet je nog wat erg, ik faalde. In het midden hangt een soort van Rad van Fortuin. Die komt nog even stil te hangen en dan moet je zo snel mogelijk die knop indrukken die daar verschijnt. Oh. En hoe sneller je het doet, hoe hoger je plant groeit, hoe hoger je uiteindelijk klimt. Kan je ook gewoon eten zo tik. Nee, want als je fout doet, dan spring je. Ik zal vragen waar je start. Is als je zo die pijltjes ziet, is het dan. Maakt niet uit pijltjes. Okay. Alle pijltjes. Gewoon, je hebt gewoon. Welke heb je al? 1, 2 A en B en de pijltjes. 1, 2 A en B. Oh, en dan echt alle knoppen. Gewoon alle knoppen. Is het weer? Oh, wacht. Oh, moet je als je stilstaat gewoon? Ja. Ja, oké. Okay. Ah! Daarmee, ik wist het. Oké, okay, spanning. En zijn zaad. Hoe zo haat je mij? Hoe spring je, gast? Oh, je moet op die knop drukken. Die knop drukken. Ah. Oh, sorry jongens. Mooie tijd. Ah, dat is kut. Nee, ik ben niet zo slecht in. En wij zijn uitgebreid als enige komt. Best wel weet precies wat alles komt. Nee, ik weet niet wat. Jawel, dat weet je wel. Dit is echt gewoon. Nou, je hebt al eerder gespeeld. Ja, oh, dat was allemaal tegelijk. Ja. Dat weet ervaring. Ah, kut. Oh ja, dat eerder. Doe ik eerder mijn best wel. Kijk, als iets weer eerder mijn best hebt, is het goed. Ja. Oké, okay, we gaan kijken wie het hoogst heeft. Kijk het verschil tussen iedereen en Wessel. Nou, ik zo. Nou, jongens, wat grappig. Dit ligt totaal niet aan dat ik het uit mijn hoofd ken. Want hier zit gewoon een random. Ik heb ervaring. Oh, ja. Dit is een random voor. Oké, okay, ik heb ervaring. Ja. Ho, nou. Kijk naar Wessel. Oké. Okay. Nou, het scheelt niet heel veel. Ja, wel, het scheelt. In dit spel is dat heel weinig. Je bent gewoon een nerd. In dit spel scheelt heel weinig. Jongens, dat is één keertje missen. En bij mij telt het niet, want ik mis pas op de helft. Het komt wel goed met je, David. Ja, ooit. Rustig maar, David. Over 83,5 jaar of zo. Gans iets dicht bij de iPad. Ja, kan wel. Ja, we staan allemaal. Ja, we zijn praten veel te hard, zoals altijd. Ja, joh. Ja, ik praat ze allemaal veel te hard. Gast. Hoi. Ik ben beginner. En ja. David ook. Ik ga ook spastisch doen, als ik dat mag.
Dat was het eentje. Dat is leuk. Nee, ja, jawel, als je het precies tussen de twee geluksvakken zit. Yes, ik heb. Ja, dat bedoel ik. En één tot en met drie dobbelsteen. Yes, mag ik nu spassen, doen? Ja, nu mag je heel spassen gaan doen. Oké, dan gaan we beschrijven hoe David nu doet. Nee, we gaan beschrijven hoe het best wel lelijk is. 3, 2, 1. Nee. 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 Oké. Dat was echt heel spassen. Durf. 3. Durf. 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 Dank je, David. Nu krijgt Alex om zijn de ministerie. En David krijgt 1 tot en met 3 dobbelsteen. En hij is blij. 1, 2, 3. Burp. Die kennen toch wel, hè? Ja, tuurlijk ken ik. Ik wil dat je dan niet meer die slaanbeweging moet maken. Want als je Alex zo gooit op 3, dan... Ja, jongens, laten we gewoon... Ja, Alex zit al een beetje. Ik krijg dubbele sterren, hè? Ja. Kijk, 1-3. Ik krijg een combo, nee, eigenlijk niet. Minigame. 5 sterren voor Mario. En ik sta tijdelijk eerste. Dat duurt niet lang. Maar jongens, voordat we de minigame gaan spelen, gaan we deze part afsluiten. Ja, de volgende keer. Nou, druk maar op de volgende knopje.